Hé, hey, meisje. Ja, als je in Utrecht woont, is er een grote kans dat je dit wel eens hebt meegemaakt. Bijna de helft van alle Utrechters krijgt te maken met straatintimidatie. En 60% daarvan is vrouw. Je wordt aangesproken door iemand van, hé, waar ga je heen? En dat je dan iemand voor achter je loopt en dat je dan toch een beetje eng vindt. Die cijfers zijn niet anders dan andere grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam. Maar ze kiezen hier wel voor een andere, controversiële aanpak. Namelijk mannen aanspreken. Hoe wordt straatintimidatie aangepakt? Wat ga jij daarvan merken op straat? En werkt het eigenlijk wel? Dat leggen we je uit in deze explainer. Allereerst, wat is straatintimidatie eigenlijk? Straatintimidatie is ongewenst gedrag dat buiten op straat gebeurt. Denk dan bijvoorbeeld aan nafluiten, nasissen, achterna lopen of geïntimideerd worden. Het lastige aan straatintimidatie is dat wat voor de een intimiderend is, is het voor de ander niet. Daarom heeft de gemeente 4 jaar geleden een groot onderzoek gedaan onder Utrechters. Als je kijkt naar de daders, is 70% daarvan jongen of man. Er zijn een aantal plekken in de stad waar veel straatintimidatie plaatsvindt. En mocht je je nou afvragen, hoe zit dat in de rest van de provincie? Daar zijn eigenlijk nog geen cijfers van. Wel is Amersfoort op dit moment bezig met een onderzoek. In Utrecht hebben ze een 4-stappenplan bedacht om straatintimidatie aan te pakken. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan. We lopen er even doorheen. Stap 1. Bewustwording. Misschien herinner je het je nog wel. Vorig jaar werden hier op de Stadhuisbrug niet vrouwen, maar mannen nageroepen. Zijn jullie een beetje geil? Het is wel in één keer heel erg in je face. Nu hoor ik je denken, maar toch niet alle mannen vallen vrouwen lastig op straat. Als je kijkt naar de dadergroep, dan moet ik helaas vaststellen dat toch vaak de daders jongens en mannen zijn. Ook op andere manieren probeert de gemeente te zorgen voor meer bewustwording. Dat doen ze onder andere door samen te werken met studentenverenigingen, sportclubs en onderwijsinstellingen. Door workshops te geven aan jonge mannen. En te zorgen voor meer jonge mannelijke rolmodellen op straat, zoals jongerenwerkers. En dan punt 2. Aanpak op straat. Straatintimidatie wordt wijkgericht aangepakt. Dat betekent dat er per buurt wordt gekeken naar wat het beste gedaan kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van beveiligingscamera's of extra verlichting op straat. En ook wordt er gebruik gemaakt van handhavers en jongerenwerkers, zoals Daniel. Hoe wij straatintimidatie herkennen is dat je vaak ziet dat jongeren in een bepaalde groepvorm andere jongeren benaderen met opmerkingen of vervelende geluiden. En wat wij daartegen doen is dat we actief in gesprek gaan met jongeren en dat we proberen om een spiegel voor te houden aan de jongeren van hoe zou jij het vinden als je zo wordt aangesproken of wat denk je daarmee te bereiken. En die jongerenwerkers kunnen hun kennis ook weer doorgeven aan andere jongerenwerkers. En zo is het idee dat ook omstanders straatintimidatie herkennen en weten wat ze moeten doen. Hebben we nu alle stappen van het plan gehad? Bijna, we zijn op de helft. Stap nummer 3 is namelijk het ondersteunen van slachtoffers. Als je straatintimidatie ervaart, kun je dat melden bij de gemeente. En die willen met een campagne meer aandacht voor het meldpunt, want voorheen wist nog lang niet iedereen dat te vinden. En als je een melding hebt gedaan, dan word je zo snel mogelijk teruggebeld door de gemeente en kun je bijvoorbeeld een extra gesprek krijgen met een hulpverlener. Als er veel meldingen zijn binnengekomen op één plek, kunnen daar ook weer extra maatregelen worden genomen. Zoals camerabewaking. En dan nu de laatste stap. Aanpakken van daders. Handhavers spreken daders aan als ze ongewenst gedrag vertonen. Het idee is dat er dan sociale controle ontstaat en dat omstanders ook weten dat dit straatintimidatie is en dat dat dus niet door de beugel kan. Hey dame, geef me even je nummer dan. Hij praat tegen je, slet! Wat doe jij? Doe eens normaal, man. En ondertussen gebeurt er ook veel in de politiek. Utrecht lobbyt samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag om seksuele straatintimidatie landelijk strafbaar te stellen. Maar dat is nog best wel lastig. Rotterdam probeerde straatintimidatie 5 jaar geleden strafbaar te stellen met een zogeheten cisverbod. Maar de rechter zei daar toen nee tegen. Het ging namelijk in tegen de vrijheid van meningsuiting. Zo, dan weet je nu wat de gemeente wil doen. En mocht je nou afvragen, wat gaat dat kosten? Tot 2026 geeft de gemeente elk jaar zo'n €150.000 uit aan deze aanpak. Toch was er ook wel kritiek op het plan. Sommige politieke partijen vonden namelijk dat er te veel geld wordt uitgegeven aan campagnes en te weinig aan handhaving. Oké,
Oké, maar gaat dit allemaal wel werken? Daarvoor gaan we even terug naar Rotterdam. In 2018 had de helft van de vrouwen daar last van seksuele straatintimidatie. Toen kwam er een uitgebreide campagne met voorlichting, een app en intensieve trainingen voor handhavers. 4 jaar later zijn de cijfers nagenoeg hetzelfde. Maar we hebben wel gezien dat vrouwen merken dat er veel meer kennis en begrip over het onderwerp is. En het geeft aan dat we te maken hebben met een langzame cultuurverandering, dat die ingezet is. Hoe succesvol is dan zo'n aanpak in Utrecht, denk je? Het mooie van de aanpak in Utrecht is de geïntegreerde blik op het probleem. Doordat we in deze aanpak dat ze in Utrecht aansluiten bij allerlei initiatieven die er al zijn in de stad, denk ik dat dat heel succesvol kan zijn. Zolang je zorgt dat het thema ook goed in beeld blijft en goed coördinatie blijft over wat er allemaal gebeurt op het onderwerp. Nou, dit is echt ook een zaak van lange adem. En een van de dingen waar Rotterdam en wij beide tegenaan boksen, is dat we ook landelijk nog steeds die norm niet goed gesteld hebben. Dus we wachten ook nog op wetgeving. Niet zozeer omdat we verwachten dat we daardoor beter handhaven, maar om daarmee in de samenleving die bewustwording nog groter te maken. En of het gaat werken of niet, dat moeten we gaan zien. Dit plan loopt tot 2026. En hopelijk horen we straks minder van dit. En voelen Utrechters zich weer een stuk veiliger in hun eigen stad zien.